Hallo, ik ben Eelco Overman van mbomediawijs.nl en ik wil jullie iets gaan vertellen over de tool Plickers. Plickers. Plickers is een tool waarmee je quizjes kunt maken en kennis kunt testen bij studenten. En anders dan vele andere tools gebruiken de studenten in je klas dan niet hun mobieltjes, maar gebruiken ze kaartjes om hun antwoord te geven. Het kan af en toe wel fijn zijn om even iets te doen zonder mobieltjes. En dan is dit een uitkomst. Je gaat dus naar de website plickers.com en je ziet hier op de foto's, zie je al een beetje hoe het werkt. De kinderen houden hier allemaal hun kaarten omhoog om antwoord te geven op de vraag die bijvoorbeeld deze juffrouw heeft gesteld. Op het smartboard staat een vraag. De kinderen gaan antwoord geven, ze hebben kaarten en ze draaien de letter van hun keuze, A, B, C of D, aan de bovenkant van hun kaart. En de docent scant dan met haar tablet in dit geval. Je kunt het ook met een mobieltje doen. Zij scant de antwoorden en op het bord kun je dan zien welke antwoorden gegeven zijn op welke vragen. Je hebt dus ook als docent een appje nodig op je tablet of op je mobiel. Oké, je kunt gratis een account maken. En dat heb ik al gedaan. Ik ben hier al ingelogd, zoals je ziet. Wat heb je nodig? Allereerst heb je de kaarten nodig die de kinderen in hun hand hielden. Die vind je hier rechts onder Help. Get the Plickers card. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 40 kaarten. Klik je op standaard. En dan zie je al, hier zijn 20 pagina's met steeds twee van die codes erop, een soort QR-achtige code. Die kun je printen, die kun je uitprinten. En als je ze vaker gebruikt, is het verstandig om ze te lamineren. Elke kaart is genummerd, dat zie je hier, nummer 1, nummer 2. En die gaan we straks koppelen aan studenten. Vrij klein zie je trouwens de letters A, B, C, D aan de zijkant staan. En die moet de student dus aan de bovenkant houden als hij kiest in dit geval voor de letter B bijvoorbeeld. En hier voor de letter D. Even kijken. Nou, op de Plickr site maak je een klas aan. Bijvoorbeeld, ik heb hier al aangemaakt testklas. Ik zal nog even een nieuwe klas maken. Bijvoorbeeld test 2. Create class. En dan add students. En in verband met de privacy is het waarschijnlijk handig om niet de echte namen te gebruiken van de studenten in je klas. Maar bijvoorbeeld nicknames of pseudoniemen. Of waar je ook voor zou kunnen kiezen is gewoon leerling. 1 leerling. 2 en dan kun je in je lokaal gewoon een papieren lijst gebruiken waarop dan weer staat wie leerling 1, leerling 2 en leerling 3 en 4 zijn. Even kijken. Okay. Dus we hebben nu een testklas gemaakt. Dan moeten we vragen gaan maken. Dat doen we hier bij New Set. Ik moet even wennen aan die termen, want wat maak je eigenlijk? Je maakt een setje vragen. Dus als je een nieuw set maakt, ga je steeds weer een nieuwe vraag maken. Bijvoorbeeld, maar weer even de hoofdstad van Nederland. Ik doe het even heel kort hoor. En dat is dan Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Gouda. En hier kun je dus aangeven wat het goede antwoord is. Even kijken. Even terug naar de klas. Vervolgens ga je de quiz spelen. Dat betekent je kiest een klas uit. En dan ga je aan die klas ga je vragen toevoegen. Je kunt dus helaas niet, tenminste dat heb ik niet gevonden, in één keer een hele quiz toevoegen aan een klas, maar je kunt wel de vragen uit een set toevoegen aan de queue. Add to queue. Dat doe je hier. Dus je kunt deze add to queue
add to queue. Je kunt al die vragen toevoegen. Add, add, add. En vervolgens, om de quiz aan te zetten, klik je op play now. Vervolgens ga je de quiz spelen in je klas. En je kunt dat doen met je mobieltje. Waarop je dan de Plikkers app hebt geïnstalleerd. Daarmee kun je ook het smartboard bedienen. Je kunt de volgende vraag oproepen. Je kunt het juiste antwoord laten zien. En je kunt laten zien hoeveel mensen het goed hebben. Je scant dus de antwoorden van de leerlingen. Doordat zij de kaarten omhoog houden. En een belangrijk tip daarbij is dat de studenten goed moeten opletten dat ze niet hun vinger over, al is het maar een klein stukje van de code, heen houden. Want anders lukt het scannen niet. En mijn collega heeft een filmpje opgenomen bij hem in de klas. En daarin kun je zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daar kun je nu naar kijken. Even als testvraag. Wie organiseert Valtifest? En dan moet je dus eventjes niet met elkaar overleggen. En je houdt het goede antwoord over 3 seconden omhoog. 1, 2, 3. Als je een blauw vinkje voor je naam ziet op het scherm, dan weet je dat het goed is. Marijs, je hebt je vinger ervoor. Ja, nu had ik hem. Volgens mij heb ik iedereen, toch of niet? Waar staat Lois' naam op het bord? Wie missen we nog? Ja, we hebben iedereen. Helemaal goed. Als je nu weet, het goede antwoord is, slechts 1 iemand had het goed, kan ik jullie vertellen. Het is namelijk, ja, het is goed. Jij komt natuurlijk vaak op Valtifest.